Sandro, de trainer Leon Flemings is uh, ontslagen. Wat is uh, jouw eerste reactie daarop? Ja, heel treurig. Um, het is een hele fijne man, dus het is heel treurig dat hij uh, ontslagen is. Had je het zien aankomen? Uh, nou ja, in zoverre dat, dat de resultaat natuurlijk heel erg tegenvallen. Dus dan weet je dat bij een voetbalclub club dat het, dat het kan gebeuren. Dus uh, ja, het zijn hele grote verrassingen natuurlijk niet, maar uh, het is wel zonde. Ja. Waarom werkte het niet zo goed tussen Leon Flemings en Go The Eagles? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk hebben we allemaal het gevoel dat hij een hele goede trainer is. En dat hij als persoon heel goed bij de club past. Maar het kwam niet uit op het veld. En uh, ja, waarom weet ik niet. Weet ik niet zo goed. Maar uh, het is niet gelukt. Nee, maar het is dus niet zo dat uh, de spelersgroep wel, wel klaar was met hem? Nee, absoluut niet. Wat ik zeg, het is een hele fijne man. En die, die, die mening wordt heel breed gedragen in de selectie. Volgens mij door iedereen. Dus dan uh, ja, vindt iedereen het heel zonde dat dat, dat het niet gelukt is. Ja, maar dan is het toch gek, want afgelopen vrijdag staan jullie na 45 minuten met, met 3-0 achter. Dan nou, het is het misschien scorebord journalistiek, maar dan straal je niet uit dat jullie er vol voor de trainer vechten. Nee, ben ik helemaal met James. Ja, ik kan niet, kan niet veel, veel meer van maken. Ben ik met James. Ja, ja. Ondertussen, ondertussen is het de vierde trainer in drie jaar tijd die hier ontslagen wordt. Ik begint echt wel een, een trainerskerk over te worden hier. Ja, uh, ja, er zijn, zijn een aantal geweest, maar uh, ja, het is niet aan mij om. Uh, om daarover te gaan, om daar een uitspraak over te doen, denk ik. Dus uh, daar ben ik niet echt mee bezig. Nee. Um, was het probleem misschien ook het, het hoge verwachtingspatroon? Want uh, bij zijn aanstelling werd gezegd van we willen zo snel mogelijk weer terug naar de Eredivisie. Maar ja, misschien heeft het wel meer, meer tijd nodig. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk wel als je naar de selectie kijkt dat we best een aangeselectie selectie hebben voor de GPL League. En uh, ik weet niet precies wat we nu staan, 14 uh, zoiets. Um, ja, dat is gewoon absoluut niet goed genoeg. Dus uh, misschien is de, was de, de, de doelstelling iets te hoog. Maar uh, waar we nu staan is gewoon... Uh, Ver beneden, beneden onze stand, denk ik. Wat heeft deze groep nou nodig voor een trainer om het seizoen toch nog goed, uh, goed af te kunnen sluiten straks? Ja, dat is een goede vraag. Uh, iemand die het vertrouwen dat naar terug kan brengen. Uh, iemand, uh, ja, ik ben niet het plezier, is er. Um, ja, het gaat om vertrouwen, het gaat om, om, om samenspel. En, uh, iemand die dat terug kan brengen, die, uh, die hebben we nodig, denk ik. Ja. Word je als aanvoerder nog geraadpleegd door de clubleiding bij de zoektocht naar een nieuwe trainer? Dat is nog niet gebeurd, dus denk ik het niet. Zou dat moeten gebeuren of uh, vind je het ook wel goed zo? Nee, ja, weet je, hoeveel trainers zijn er vrij? En uh, 9 van de 10 ken ik niet. Dus daar kan ik ook niet over oordelen. Dus uh, nee, lijkt me, lijkt me sterk dat je, dat je spelers gaat vragen om, uh, om een advies. En uh, ja, ik zie wel wie er komt. Ja. Um, goed, het is wel onrustig bij Ahead. Vorige week werd Dennis Bekking aan de kant geschoven, nu de trainer. Um, ja, het woord is nu aan de spelers, denk ik. Ja, volledig mee eens. Uh, Weet je, alle, alle maatregelen zijn genomen die genomen konden worden. Helaas, moet ik erbij zeggen. Um, ja, er zijn maar een paar mensen die kunnen antwoorden, dat zijn wij. Ja, want, uh, kun je namens de spelersgroep in, in de spiegel kijken? Ja, we moeten wel. Uh, wat ik zeg, we, we vinden het allemaal een hele fijne man. We hadden allemaal het idee dat het, een hele, dat het een hele goede trainer was. En het komt er toch niet uit. Dus um, natuurlijk hebben we er allemaal schuld aan, iedereen. En uh, ja, vooral de spelers.